Beertube, what up? Vandaag is het tijd voor een bier gebrouwen met, of ter ere van, misschien wel een van de meest eigenzinnige Nederlandstalige rappers van dit moment. Namelijk rapper Donny. Brouwerij De Eeuwige Jeugd heeft in samenwerking met, in ieder geval Albert Heijn of voor Albert Heijn, een blond bier gebrouwen, wat ze Grappie genoemd hebben. En de persoon op het label heeft behoorlijk veel raakvlakken met rapper Donny. De muziek staat op zich wel aan. Of dat bier dat ook doet, dat is een tweede. Laten we naar de neus duiken. Ja, dit is wel weer zo'n blond bier waarvan ik zeg, ja, blondjes hoef je niet per se aan te ruiken. Die kun je beter proeven. Hij heeft lichtelijk een beetje zo'n bloesem over zich heen hangen. Zeker moutig, zoetig. Heel klein koriander slash boterrandje heb ik het idee. In de neus niks wat mij tegenstaat, maar ook niks wat mij mega enthousiasmeert. Laten we hem dan ook gewoon gaan proeven. Van Brouwerij De Eeuwige Jeugd, de Grappie. Een blond bier, goudblond bier zoals ze zelf zeggen, van 5,2%. Proost. Wat gelijk opvalt is dat de koolzuur er dik bovenop ligt. Misschien wel iets te dik. Nou, wat ik fijn vind aan mijn smaak. Maar door die koolzuur ook is een beetje dat licht zoete moutige karakter wat het bier in zich heeft. Afgetopt door dat lichte bloesemlaagje, wat het fruitig en bij warme temperaturen denk ik zeer aangenaam zou kunnen maken. Maar waar koolzuur een smaakdrager is in mijn beleving te veel koolzuur. Juist weer funest, zoals bijvoorbeeld in een spa, spa-rood, of ja, spa-fruit heet dat dan. Dat heeft zo'n prikkelende, niet dat het zo intens is, maar spa-fruit en dit bier ook, hebben een dermate prikkelende mondbeleving dat de smaak voor mijn gevoel worden lamgelegd. Nou, is dit natuurlijk een bier gebrouwen voor de Albert Heijn, 5,2% blond in de stijl. Dus je kan ook niet verwachten dat het een mega uitgesproken of een mega intens bier is. En als je dan weer gaat kijken van oké, stel ik ben een pilsdrinker en ik ga naar net iets anders dan een pilsje. Dan is dit een mooiere, subtielere overstap dan dat een IPA dat zou zijn. Ik vind dat de bitterheid ver achterwege blijft, dus je moet dit eerder echt vergelijken in mijn beleving met de Leffe Blond, de Grimbergen Blond, dat smaakpalet. Want echt bitter wil ik dit bier niet noemen, maar heel achterin heb je een beetje een wat bitter gevoel, maar niet dat je zegt intent. Wat natuurlijk ook niet hoort in een blond bier. Maar, nou, om een of andere reden had ik hier niet veel, maar iets hogere hoop van. Het is geen vies bier, het is leuk om geproefd te hebben. Daar zit schijnbaar een videoclip bij, dus die zul je misschien nog ergens bij deze post terugvinden. Of ik fiets er maar in, of ik kijk even wat ik daarmee doe. Voor nu ga ik het daar in ieder geval gewoon belaten. Ik zou zeggen, aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Heb altijd tijd voor een praatje, jouw zoon een toeverlaatje, voor jou tot het gaatje. Wat er ook gebeurt, deze grap verstaat je. Ik ben attent, stuur altijd een kaartje.